Het originele bedrag dat de veroordeelde oud-profvoetballer Ruud ter Haar nog moest betalen aan Home Energy voor geleverde zonnepanelen was 85.000 euro. Maar de partijen zijn geschikt, zo bleek vanmorgen bij de rechtbank in Almelo. 50.000 euro zijn ze op uitgekomen. De bestuurder van Home Energy zei nog wel, voor die 35.000 euro die ik nu misloop, moet ik nog wel heel hard werken. Maar ik neem het maar, want als Ruud ter Haar zijn bedrijf failliet zou verklaren, heb ik helemaal niets. De oud-profvoetballer werd afgelopen zomer samen met zijn broer veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doodsteken van Roelof Esman uit Winterswijk. Beide broers hebben wel hoger beroep aangetekend tegen hun straf.